Vandaag in Een Huis Vol heeft Samantha een nieuwe hobby verzonnen voor haar en Eugène. Nordic walking. En Eugène heeft meteen een goede klik met de instructrice. Lekker draaien, geen probleem. Als ik bij jou in jouw datasheetje zie wat jij hebt meegestuurd. Alex en Anne hebben een druk gezin en allebei een drukke baan. Anne heeft avonddienst, maar Alex is veel te laat. Ja, ik heb best wel weer te komen. Ja. De vinkjes gaan naar... Anne! Precies, waar ze het heilige der heiligen mogen betreden. Ja! En tot hun grote verrassing een meet and greet hebben met de voetballers. Maar durft Ricardo zijn grote held Tom Beugelsdijk om een handtekening te vragen? Alles goed? Ja. Ja? Hoi. Ruben. Hoi. Ruben. Aangenaam. En moeder Willy krijgt haar proefrijles. Oké. Ik zei het! Laat hem maar helemaal los, die koppeling. En dan heb je rechts heb je een beetje gas en dan mag je nou verder met gas. En dan gaan we. Yes, dan gaan we. Dit is Een Huis Vol. In Badmen staat er vandaag iets bijzonders op de agenda. Jinte, Eefke, Aukje en Hiske zijn klaar voor een nieuwe stap in hun leven. Ze krijgen vandaag hun allereerste schoentjes. En dat is niet alleen reuze spannend voor de vierling, maar voor de hele familie. Meisjes, gaan we schoentjes kopen? Voor jullie? Ja. We gaan schoentjes kopen voor jullie. Gaan jullie mee? Ik kom er zo weer op aan, Eefke, mag ik jouw slaapzak uitdoen? Eefke heeft er nog niet zoveel zin in. Die vindt het nog een hele stap, die nieuwe schoentjes. Maar grote zussen Imre en Meike geven niet snel op. Kom eens wat dichterbij. Gaan we voor jullie schoentjes kopen? Gaan we dat doen? Gaan we ze passen? Gaan we je voetjes meten? Ga je ook mee, Eefke? Ga je mee naar de auto lopen? Ondertussen heeft Anne de andere drie aangekleed. Aukje en Hiske lopen alvast naar de auto. Nu nog lekker op hun blote voetjes, straks met mooie nieuwe schoentjes aan. Mooi! Hiske die wijst de deur al aan. Zie je wel. Ga straks weg met de auto. Hè? Soms dan heeft ze zin en soms heeft ze geen zin. Ik ga vast in de bus. Ga jij vast in de bus zitten? Welke kant moet ik zijn, mama? Papa Alex neemt de kleine Jinte mee. Nu Eefke nog. En dan gaan we schoenen kopen. Gaan we naar de winkel toe. En dan gaan we de voetje opmeten. Gaan we kijken hoe groot je voet is en welke schoenen daar in jou passen. En dan gaan we schoentjes kopen. Moet je heel veel schoentjes passen. Kijken welke jou het beste zitten. Ga dan goed je best doen. Dat weet ik nog niet, zeg maar. Dat weet ik nog niet. Met een wagen vol geladen kunnen de Adema's dan eindelijk vertrekken. Ja, sowieso als je weg wil is het een heel andere mening. De schoenen kopen ook. Maar als je bij alles nadenkt hoeveel moeite het kost, dan doe je niks meer. En dan ga je er nooit meer op uit. Terwijl het ook heel belangrijk is dat je er op uit trekt. Dus, op naar Zutphen. Naar de schoenenwinkel. Het wordt nog spannend of de vier kleine dames zullen slagen vandaag. Ik moet nog gaan. Van wie is het papa? Is jij van wie deze? Neem deze mee. Na een heerlijke vakantie in Duitsland is het voor de familie Baumgart weer back to reality. Sjelarien, maak je niet druk. School gaat bijna weer beginnen. Dus moeten er nog wat schoolspullen worden aangeschaft. Het meeste hebben de kinderen al in huis. Of lenen ze van elkaar. Maar elk jaar moet de voorraadkast wel weer worden aangevuld. Nou, weet je wat we gaan doen? Ga jullie maar gewoon naar de afdeling waar de schriften zijn. Okay. Jullie weten hoeveel schriften jullie nodig hebben. Maar waar is dat? Ja, alles staat er. Waar is die? Oké, Tom. Ja, dat is wel handig zo'n lijstje. Maar Tyrese, de brugpieper van de familie, die weet het even niet meer. Nee, die plakband moet je nog. Heb je dat al gepakt? Ja, dat is het ook. Wat is het dan? Nee, je hebt het niet gepakt. Dat is plakband. Dat is een plakband, een eurotje. Mooi. 12 van de 13 Baumgart kids gaan nog naar school. Eugène en Samantha moeten daarom goed op de centjes letten, want schoolspullen zijn duur. Dus efficiënt winkelen is wel een vereiste. Dit is de houder van de plakband. 2,50. Kost het wel? Kijken. Ja. Wat is dat dan?
Ja, die heb je niet nodig, man. Die heb je niet nodig. Nou, volgens mij zijn we al zover. En dit kan je met je broer thuis delen. Er zitten er 4 in. Als hij ook zijn schriften moet kaften. Nou, dan zijn we zo een beetje al doorheen, toch? Grote broer Lezeri zit nu op het mbo, maar zat eerst op het vmbo. Daar had hij het niet altijd even makkelijk. Hij heeft toch een goede tip voor zijn broertje. Ja, hij moet gewoon altijd zijn best blijven doen. En zijn huis ook op tijd maken en inleveren. Want als je dat niet doet, ja, dan gaat het fout gaan. Dat heb ik zelf ook gezien, want ik heb toch meer van chillen. En dan zie je waar je gaat belanden. Maar ja, op tijd heb ik het opgepakt. En nu zit ik lekker gewoon goed op schema. Dus. De Baumgaards zijn er helemaal klaar voor. Het nieuwe schooljaar kan beginnen. En de Vinkjes gaan vandaag ook shoppen. De slaapkamer van Ricardo moet worden opgeknapt. Vandaag gaan we naar de bankzaak toe. Voor onze verwoede ADO Den Haag aanhanger behang te kalen. Ik ben meest fan van ADO, dus van spelers qua spelers dan, van Beugelstuiken. Wij hebben altijd gevraagd van mama, mag ik ADO Den Haag? Dus nou is dat moment aangebroken. Europa in, dat gaan we met z'n allen. Van ADO is back, dus gaan we knallen. Thuis moest je even rond van de behang. Ja. Rolletjes. Er lag wel genoeg. Moest je rustig even kijken. Is goed. En als je wat wil weten, dan geef je even een rolletje. Ja, ja, is goed. Dankjewel. Ricardo en boezemvriend Delano zijn er al snel uit. Niks, geen tuttemerul, maar gewoon een coole ADO-kamer. Omdat ik opgevoed ben met ADO en ik ben in Den Haag geboren. En ik geef heel veel aan het team en ik kijk heel vaak ADO zelf. En een lamp is leuk, hè, Ricard? Die zijn wel heel groot. Ja, die zijn wel heel groot, ja. Heb je geen kleinere maat? Ja, deze vind ik wel leuk. Dat is leuk. Misschien kunnen jullie vragen of ze kleiner zijn. Jij kijkt niet ADO, dus ik kan het echt goed weten. Oké, sorry. Heb je wat leuks gezien? Ja, volgens mij. Deze lamp vond hij leuk of niet? Ja. En dan wil ik eigenlijk zeg maar dat behang. Ja, dat kan toch? Doe je één wandje van dat en dan doe je lampje op en dan heb je een mooi ADO-kamertje. Hey? Ja, en dan heb je de stickers en andere dingen. Mooie club. Ik heb behang genomen voor de schuine wand en een rolletje voor rondom. Want ik had maar één rolletje leggen. Dat heb ik al een hele lange tijd licht trouwens. En dan een lamp, zeg maar, genomen. Dus dan is in ieder geval het begin is daar. En dan kijken we gewoon hoe dat wordt. Nou, ga je daar ook elke wedstrijd zijn? Als je dadelijk naar het ADO-stadion gaat, krijg je van mij een mooie ADO Swansea show. Dus die kun je om je nek doen. Kijk eens, hè. Zo. Ja, die draag ik. Dankjewel. Zal ik de lamp maar dragen? Ja, de lamp. Nou, veel plezier aan mij, Pik. Ja, is goed. Dankjewel. Zie je later, hè? Ja. Hey, hartstikke bedankt. Doei. Zeg maar dag. Doei. De Adema's zijn ook lekker aan het shoppen in Zutphen, waar ze schoentjes gaan kopen voor de vierling. Ik ga maar even naar de kam kijken. De vierling? Ja. Oh, geweldig. Ja, hartstikke leuk natuurlijk al die belangstelling, maar de Adema's hebben haast. Want het belooft nog een spannende middag te worden. In de winkel is het meteen organiseren geblazen voor Alex en Anne. Schoenen kopen voor 4 meiden is namelijk best een pittige klus. Zullen we die even aan papa geven? Die ook even? Nou ja, de voetjes zullen even opgemeten moeten worden per kind. Dus dat alleen al is wel eventjes, ben je al even bezig, denk ik. En ik denk dat het gewoon per kind, en dan kijken we wanneer ze het zat zijn en dan kunnen we door naar het volgende. En dan kunnen we eventueel weer terugschakelen naar het vorige kind, als het nodig is. Dus, ik ben benieuwd of ze allemaal een beetje dezelfde maat hebben. Of dat ik van iedere kind nou moet onthouden welke maat ze hebben. Dat gaan we eventjes achterkomen. Dus voetje op het plankje en meten maar. Jinte vindt het allemaal nog een beetje eng. Maar de verkoper doet zijn best. Schoentjes passen? Heb je al mooie schoenen? Anne kan niet geloven dat haar kleine meisjes zo snel groot worden. Ik wil meteen echt een kind met een schoentje aan. Wat wat toch wel heel mooi. Kijk, dit stukje heb ik nu spelen. Het voorste gedeelte heb ik spelen. Dat heeft gewoon nodig voor de groeiruimte. Ja, is dat ook voldoende? Ja, ik heb geen verlangen. Nee, het is voldoende voor de hele winter. Hier druk ik mooi op het vreefje, dus...
Ook in grote zus Imre schuilt een goede verkoopster. Ze tovert het ene na het andere modieuze schoentje tevoorschijn voor haar kleine zusjes. Maar ja, dat maakt de keuze er niet makkelijker op. Ja, we hebben net ook met de zon gedaan. Met zon hier, is het ook? Ja. Wat denk je? Heb ik er wat aan als ik... Eefke weet het even niet meer. Een laarsje met franjes of een hippe grijze sneaker. Keuzes, keuzes, keuzes. Ze is er nog niet helemaal uit. Maar zusje Jinte heeft inmiddels de knoop wel doorgehakt. Dit worden haar allereerste schoentjes. Prachtig bij die mooie roze jurk. Stoer hoor. Hey. Stoer. Ik heb één paar net uitgedaan bij Aukje. Grote vraag is natuurlijk, zijn alle vier de meiden geslaagd? Of moet de familie nog een keer de hort op? We zijn voor 3 van de 4 geslaagd. Ik wou liever wat halfhoge schoentjes en dan hadden ze niet de keuze. En zijn er heel veel keus. Maar er was er eentje, die zat wel heel erg goed, maar die vond ik echt niet leuk. Dus er waren 4 halfhoge schoentjes die ze goed zaten. En daarvan vond ik de eentje dus niet zo leuk. Wat vraagt die net? Ik vond hem even mama. Ja. Gaan jullie nog even zwaaien? Tada! Gaan jullie nog zwaaien of niet? Tijdens onderzoek. Dag! Ja, jullie ook. Zie nog even op het marktje. Bij de familie Baumgart is het gekkenhuis, want school is weer begonnen. Het is voor moeder Samantha altijd weer een hele militaire operatie om iedereen op tijd de deur uit te krijgen. Ook de kleine Shaquan, de Benjamin van de familie, moet eraan geloven. Shaquan, je jas moet je aantrekken. Oh. Want volgens mij is het nu nog niet zo warm buiten. Oké, voor wie is die jas? Die is van... Shaya. Ja, jouw jas is hier. Als ik helemaal groot ben, dan moet ik helemaal naar groep 3. Maar het is nu op 1A. Ja, ik vind het wel leuk en ook weer niet leuk, want het werkt dus best wel veel. En soms hebben we dan pauze. Ja, dan spelen we gewoon voetbal en zo. Je gaat deze schoenen niet meenemen? Ik moet ze buiten doen. Kijk, iedereen moet gym. Kijk, je gezicht, je bent die mat geweest, maar kijk eens naar je gezicht. Nou, iedereen is er klaar voor. Maar waar is Eugène? Is hij nou echt de enige van de familie die niet doorheeft dat het vandaag de eerste schooldag is? Even wachten, jongens. Eugène, loop je ook mee of niet? Naar school, richting school. Ja, ik loop wel dagelijks mee naar school. En eigenlijk, als ik nog bezig ben met andere dingen, met bakken of zo, dan brengt een van de anderen. Als ze thuis zijn op dat moment, dan brengen ze naar school. Maar over het algemeen loop ik wel mee. Of ik zet ze voor de deur af en dan ga ik naar de winkel. Maar we hebben zat oudere kinderen. En die vinden het ook fijn om mijn broertje en zusjes naar school te brengen. Dan kunnen wij tussendoor iets anders kunnen doen. Dus dat is het fijne van als je een groot gezin thuis hebt. Hoe laat is het nu? Het is 23. Oh, nog 7 minuten. De tijd begint te dringen, vandaar dat Eugène ook voorop loopt. Maar hij loopt eigenlijk in een relax mood. En dat moet hij eigenlijk niet doen. Maar Eugène is altijd heel chill, altijd rustig op zijn gemak. En dat zie je bij Nushan, zie je dat terugkomen. Want als het aan hem ligt, dan komt hij 1 uur later op school. Dus opschieten! Ja. Eugène! Ze moet op school! Het is wel met gered. Ja, 5 minuten, een paar minuten was het nog, we waren nog op tijd. Dus de hoofdmeester kan niet zeuren. Heel belangrijk. Het is toch de toekomst. Tegenwoordig is het gewoon heel belangrijk dat je als je een beetje een beroep wil, ja, als je je werkkansen wil vergroten, dat je dan ook een opleiding daarna hebt. Een opleiding is natuurlijk ook belangrijk omdat je je wilt ontwikkelen in iets wat je leuk vindt. En daar zijn de meeste opleidingen voor. Maar een opleiding is uiteindelijk wel belangrijk. Ik heb wel een papiertje. Ik heb toch wel alles. 1, 2, 3. Ik heb een wimperdiploma. Wij zeggen ook altijd nummer 1. Je man, je vrouw, wat je, hoe je het noemen wil. Dat is je basis. Als je dat niet hebt voor jezelf, dan kan je eigenlijk niks. Vind ik. En dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. En of dat nou een LBO-niveau iets is of een universiteit iets, dat maakt me niet zo heel veel uit. Ze mag gelukkig tevreden zijn. Ik denk dat gewoon over het algemeen dat iedereen het belangrijk vindt gewoon om een opleiding te hebben gedaan, te kunnen doen.
Laten we het daarop houden. Ik ben de volgende die me op blijft halen. Ja, dat is grijnig. En ik daarna. Ze piet een diploma. Ze kunnen bij ons niet spijbelen omdat ze of samen naar school gaan of niks. Maar ze gaan meestal samen naar school, dus spijbelen is geen optie. Mijn moeder staat er bovenop. Letterlijk. Echt. Mam wordt er ook echt boos om als, als iemand gewoon thuis blijft. RJ heeft dat vorige keer precies wat jij zegt. Ja. Ik zeg tegen mam van waar is RJ? Zegt ze naar school? Dus ik loop naar boven, ligt hij gewoon in zijn bed. Ook om 11 uur. Dat gebeurt wel eens. Ja, en mijn moeder wordt door school opgebeld. Nou, ik bel gewoon school op en ik zeg gewoon hij ligt nog in zijn bed. Ja. Ja, ik zeg het gewoon eerlijk. Hallo. Ik kom binnen als een ado. Nou, wat? Zo, heb je een mooie lamp? Ja, die is best goed. Niet alleen Ricardo is ADO-fan, ook grote zus Sharella is supporter in hart en nieren. Nou, wij gaan elke wedstrijd gaan we naar ADO toe. Kopen regelmatig shirtjes. Ik heb je... Ja, ik moet zeggen, de meeste shirtjes zijn van mijn vriend. Deze is van het laatste seizoen, nu dit seizoen. Maar we gaan zeg maar elke wedstrijd thuis gaan we naar ADO toe. Iedereen vindt het leuk. Iemand gaat uit eten, iemand gaat uit als voor hun en een uitje. En voetbal is het voor mij. Jongens, gaan jullie mee naar ADO? Ja! Ja. Ik wil met Stefan mee! Zijn we hier, ADO? Ben jij bij mij mee? Delano ook? Ja. Nee, ik wil ook, ik wil ook. Ik kom met jou mee. Omdat de Vinkjes zulke trouwe supporters zijn, mogen ze vandaag een kijkje nemen in het ADO-stadion. Ja. Koos, ik wacht nog even op het ADO-shirtje. Ja. Veel plezier, ik ga genieten van mijn rust. Het is heerlijk rustig bij de Adema's in Badmen. Alex is op zijn werk, Imre en Meike op school en de vierling doet een middagslaapje. Anne moet vanavond werken. Ik werk in een verstandelijk gehandicaptenzorg en dan ben ik begeleider, dus ik... probeer samen met de cliënt te bedenken van wat zijn de doelen waar je aan wil werken. En ik werkte eerst 27 uur en ik werk nu dan door mijn ouderschapsverlof van 9 uur per week. Werk ik dan nu nog 18 uur per week. Alex werkt als projectleider bij een automatiseringsbedrijf. Ja, maar als ik bij jou in jouw datasheetje zie wat jij hebt meegestuurd... Ja, wat is die? Dan staat wel een manifold en een referentienummer in. Oké. Voorheen was ik echt van, nou ja, ik was laat op werk. En ik was meestal als eerste een van de eerste weer weg. Omdat Anna gewoon de hulp thuis nodig had. Dat heb ik een tijdje kunnen doen zonder heel veel problemen, zeg maar, met mijn baas. En nu wordt het alweer wat makkelijker. Laatst ben ik alweer een keer naar Frankrijk geweest. Het is wel heel erg plannen en zo voor ons thuis om dat te regelen en te realiseren. Maar dat willen we wel voortzetten. Maar het blijft steeds weer een hele organisatie om de werkroosters goed op elkaar te laten aansluiten. Ja, dat is altijd een beetje hurry up, zeg maar. Dus dan is Alex wat aan de late kant. Zo komt hij net om 17:15 komt hij thuis. Dan zeg ik, nou, het eten staat klaar. En dan kan hij zo aanschuiven en dan ga ik meteen weer weg. En soms is hij iets eerder, dat is dan wel iets fijner. Dan heb ik nog even tijd om samen te eten. Dat is wel erg fijn. En dan is het samen eten en dan ga ik alsnog weg, zeg maar. Ja. Ja, maar of dat vandaag op tijd gaat lukken? Oh, want ik zat naar het artikelnummer te kijken wat ik van jou had gekregen. Maar heb ik daar wat fout in gedaan? Nu alle kids op school zitten en al wat groter zijn, hebben Samantha en Eugène vaker het rijk alleen. Samantha heeft besloten meer te bewegen in haar vrije tijd. Ze zoekt een nieuwe hobby. Eugène moet vandaag mee, maar het is een vrije dag. Ik heb wat leuks bedacht. En om je alvast een beetje in die oudere mood te krijgen, weet je wel, die 65-plus mood, dacht ik aan Noordwalking, of als ik het goed zeg. We gaan richting Kijkduin. Weet je wel, die stokken lopen? Ja, gaan we alvast oefenen hoe het is om met stokken te lopen. Is dat een voorproefje voor mij? Voor ons beiden. Als de kinderen straks de deur uit zijn en we wonen in een misschien kleine huis. Ja.
En als we dan tijd vrij hebben, kunnen we dat doen. Maar dat kost ook energie. Wat voor energie? Ja, lopen. Je gaat... Je wordt een beetje moe. En, ja, maar het is leuker. Maar heb je wel aan je conditie te denken? Want je hebt lang niet meer gesport. Ik heb aan mijn conditie gedacht. En ik denk dat dit gewoon beter is. Okay. Ik loop veel buiten. Dus waarom dit niet? Oké. Okay. Maar deze sportman in hart en nieren gaat altijd goed voorbereid op pad. Ik heb altijd water bij me. Altijd. Als ze buiten gaan, neem altijd een fles water mee. Het ziet er wel gek uit, maar dat heb ik altijd. Ja, kijken wat je gaat doen. Dat ga ik, dat ga ik daar mee. Wat ga ik doen? Oké. Dat was het, hè? Ja. We gaan... Vinkjes zijn gearriveerd bij het voetbalstadion van hun clubpie. Heb je zin in, Sam? Waarom loop je met een pot in je mond? En ze mogen bij hoge uitzondering de heilige grasmat betreden. Jongens, die op het kunstgras gaan liggen. Ik sta het waar het bord hangt. En uit mijn hoofd is dat vak N, dacht ik. Nou kijk je natuurlijk vanuit deze standpunt. Dat is wel apart. Daarboven zitten dan hoe noem je dat? De nette mensen. Die zitten met een kacheltje en de koffie. En wij staan altijd in de wind en de kou. Dat is echt een voetbalsupporter, hè? Groot veld. De goal zit er niet zo ver. Maar ik kan er wel zo heen en weer gaan rennen. Maar het is wel vet om te zien. Zeker als je zelf binnenkomt op het veld. Ik heb echt medelijden met de spelers. Net als een aanspeler voel ik me nu. Zo voorspeld. Doe de beentjes. Alex is 5 dagen in de week op zijn werk. Hij gaat vroeg de deur uit en komt rond etenstijd pas thuis. Een drukke baan en een druk gezin. En dat is best een zware combinatie. Ik zit daar zo zien, de filmpjes, hoeveel lawaai het is. Dus, maar goed, het is wel knap dat hij het doet. Het was in eerste instantie 4 keer zoveel geluk, begrijp ik. En het eerste half jaar was dat volgens mij ook zo, totdat hij de kinderen thuis kreeg. En toen was Alex hier op het werk eigenlijk meer aan het slapen dan aan het werk. Dus. Maar dat gaat eigenlijk ondertussen weer heel veel beter. Anne werkt in de gehandicaptenzorg en moet vanavond aan de bak. Nou ja, ik heb me niet voor kunnen stellen dat ik thuis zou zitten. Ik vind het heel prima als een ander dat doet, maar het past niet bij mij. Ik heb wel de uitdaging nodig, maar vooral ook eventjes het niet moeder zijn. Dat er andere dingen van me gevraagd worden. Dat mijn hoofd op een andere manier gebruikt wordt. En als ik echt, en nu zeker met de 4, als ik alleen maar thuis zou zitten, dan zou denk ik de muren snel op me afkomen, omdat ik dan wel in heel veel poepluis zou zitten, zeg maar. En heel veel, hè, het is ook wel eens lekker als ze een dagje hun dag niet hebben. Dat ik dan kan zeggen van, gastoude of Alex, red je ermee. Ik moet naar mijn werk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat best wel eens lekker vind, ja. Ja. Nou, maar je wordt er eentje wakker. Nou, maar eens even kijken wie ik hoor. Werkende vrouwen zijn niet per se slechte moeders, maar werkende vrouwen kunnen wel eens egoïstisch zijn. Carrièremoeders noem ik ze. Ik heb heel veel bewondering voor mensen die dat voor vrouwen die wel thuis blijven. Want die hebben dat blijkbaar niet nodig en die kunnen zich dus volledig storten op de kinderen.
En die kunnen daardoor misschien wel meer uit hun kinderen halen. Nee, tuurlijk niet. Werkende vrouwen zijn absoluut geen slechte moeders. Omdat ze moeten hun kinderen onderhouden. Dus er moet geld binnenkomen. En je moet ook wel weer werken tegenwoordig in deze tijd. Ja, ik wil net zeggen, vroeger kon het zo wezen dat de vrouw thuis bleef om voor de kinderen te zorgen en voor de huishouden. Maar dat is nou gewoon niet meer. Ja, dat vind ik wel. Met de kinderen. Dat het zo, maar dat kan gewoon. De vrouw is gewoon thuis met de kinderen. Dat vind ik nog zo ook precies hetzelfde. Ryan is ook geld binnen. En zij zorgt voor de kinderen en voor de rest. Ik doe ook mee dingen aan het huishouden. Zo hoort het gewoon. Ik vind het belangrijk dat als je kinderen hebt, dat je dan ook gewoon bewust voor die keuze staat. Kijk, ik heb ook gewerkt. En de keuze van mij was, ik wil mijn kinderen niet op de crèche hebben. Dus dan vind ik gewoon, dan moet je tijden kunnen gaan werken. Waarbij je kinderen gewoon onder toestand van een ouderen zijn, bijvoorbeeld als jij. Maar ik vind wel weer, een vrouw hoort niet 40 uur te werken. Een vrouw moet misschien 2-3 dagen werken, dat is meer dan zot. Ja, jawel, maar dan krijg je wel het gedeelte dat als je kind naar een kindercrash moet en dat moet je betalen. Wat heb die paar uurtjes per week dan voor zin om te gaan werken als je dat toch inlevert aan een crash? Dan hou je een paar tientjes over. Natuurlijk. De Vinkjes hebben de tijd van hun leven in het ADO-stadion. En wie hebben we daar? Nou, daar zijn ze, Ricardo. Hallo. Dag, lieverd. Mag ik een handje van jou? Nee, dat zou ik ook niet doen, hoor. Dat is de engste, hoor. Dat team. Dat heb jij wel. En dan pakt Ricardo zijn kans om zijn grote held Tommy Beugelsdijk iets te vragen. Ook misschien al tekenen. Het wordt leuk zo allemaal bij elkaar, hè? Ja, mooie familie. Ja. Echt een mooie familie. Ja, dat is niet alles, hoor. Nee, dat geloof ik niet. Maar de helft. Ja, echt? Ja. Superleuk. Zijn we met z'n 11 acht kleinkinderen? Ik kom ook nog wel van gezien, dus dat is, ik weet er alles van. Wij waren met z'n 7. Ja, mooi. Ja, Steven. Ja. Ja, dus dat is hartstikke leuk. We moeten wat handen. We hebben wat leuke dingetjes voor mij in de tas. Meegenomen. Dus even aan kijken. Wie mogen we geven? Wie heeft maatje lekker? Wie heeft het een beetje koud? Ik heb hij heeft er al één, hij nog niet. Heb je het koud? Ja, nu opeens heb je het koud, hè? Kijkjes. 1, 2, 3. Tot slot nog een paar foto's voor het plakboek. Ja. Niet liegen tegen ons, hè? Je hebt helemaal niet gesport. Ik zat op de rond. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Hey, tot ziens. Doei, doei. Doei. Alsjeblieft. Dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel. Doei. 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 Ja, was wel leuk. Ja. Anders om ze zo te zien. Het is wel grappig om hier op het veld te staan. Iedereen was een beetje verlegen volgens mij. Ik heb ook allemaal extra spulletjes gehad van spelers. Die ga ik ook in mijn kamer pannen. In mijn nieuwe ADO-kamer. Ja, ja. En nu? Havermon. Samantha en Eugène hebben wat meer tijd voor elkaar en zijn vandaag samen op pad. Samantha is op de gezonde tour en wil meer bewegen. Daarom heeft ze een introductieles Nordic Walking geregeld. Ik heb er zin in. Het is lekker weer. En ik ben erg benieuwd naar wat de resultaten zullen zijn. En ja, het is gewoon, weet je, het is open lucht. En als het zou regenen, zou ik er niet zoveel zin in hebben. Maar dit is een perfecte dag, denk ik. Ja, een mooie ochtend heb ik uitgekozen. Heb je er zin in, Eus? Ja. Ik heb er zin in, ja. Heb jij die tas pas al? Of, Nee, doe jij maar. Waarom nu? Nee, joh. Het is jouw tas. Ik heb straks 2 stokken in mijn hand. Kijk, weer groen, hè? Leven. Ja, Eugène is een natuurmens. Ik ben echt een natuur. Oh, ik zie die mevrouw al staan. Een natuurmens. Zullen we daar naartoe lopen? Van natuur. Juf Els staat al te trappelen. Hallo. Goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Els dan. Goeiedag, ik ben Samantha. Hallo. 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 Leuk dat jullie komen. Ja. Ja. Nordic Walking introductieles. Ja, ja, leuk. Mijn vrouw heeft het mooi weer. Ja, sowieso. Het is prachtig weer. Meegenomen. Lekker. Genieten van het weer. Nou, de stok is al klaar. Want we gaan maar gelijk beginnen. Nou, we beginnen eigenlijk heel ontspannen, met de stokjes naar voren. Want ik zei, liet het net al eventjes doorschemeren. We gaan vanuit de schouders zwaaien.
Dus we lopen een stukje die kant op en we gaan wat oefeningetjes doen. We worden onderhand wat warm. Okay. En daarna ga ik de rest van de uitleg doen. Dat is goed. Ja? Ja. Kom op, daar gaan we. Oh, ik ga... Gewoon je eigen pas pakken. Ja, eigen pas. 1, 2, 3. De lange benen gaan misschien wat sneller. Ja. En de korte benen gaan wat langzamer. Ja, dan maak je echt proberen achter... je eigen tempo te lopen. Daar loop je achter mevrouw, kan ik er een beetje bij houden. Zij gaat echt hard. Kan ik zijn mand in de gaten houden? Dat ze niet gaat smokkelen. Hoe kan ik dan smokkelen? Ja, dat je misschien iets te last. Ja. Maar je voelt het natuurlijk het beste als je goed doorloopt. Hè? Ja. Als je eigen tempo loopt, voel je beter dat je gewoon lekker kan zwaaien eigenlijk. 1, 2, 3. Kom op, Sammy. Ja. Links. Ja, dat is goed dan allemaal bij boksen. Ja. Handen los gooien, kom op. Huppa. Even een beetje warmen. Kom op, Sammy. Zet hem op. Rex. Dit is toch zwaarder dan ik dacht. We zijn nog niet eens begonnen. Daarom. Rex. En een beetje omhoog zwaaien. Ja, kom omhoog. Ja. Nou, we laten het maar weer even gewoon lopen. Ja, dan koekjes bakken. Lekker warm. Ja, voel het al. Nee. Voel het warm, mevrouw. Heel goed. We gaan nog verder wat opwarmen. Want we hebben altijd een warming-up bij de les. En ik ga gaan even rustig draaien met heupen. De rest van het lichaam moet ook opgewarmd worden. Oh, dat is mijn ding, hoor. Ja, dat dacht ik al. Ik kan lekker draaien met die open schimmel. Andere kant op. Andere kant op? Ja, je hebt twee kanten, toch? Ja, ja, ik zo. Ik wel. Je geeft de les, dus ik volg je. Oké, nou, dan gaan we even lekker zwaaien met een been. Mag die even lekker ontspannen? Ja, prima, toch? Lekker. Andere kant. Heb je genoeg gehad? Wil je nog een beetje gehakt? Bij de familie Adema staat het eten inmiddels op tafel. Als alles volgens planning loopt en goed loopt, dan heeft Anna thuis het eten op tafel staan. Misschien is ze al aan het eten met de kinderen voordat ik thuis kom. En dan is de planning dat Anna binnen no time zelf aan het werk gaat. En dat ik dan gezellig met mijn kinderen ben. Ja, maar als ze de planning willen halen, moet Alex nu echt wel opschieten. Anne en de kinderen zijn al bijna aan het toetje toe. En Anne begint hem al een beetje te knijpen. Alex is vandaag al wat laat, dus er wordt straks wel even hurry up weg, zeg maar. Nee, even vingers uit de mond. Maar ja, op zich is het goed te doen. Ja, ik moet eigenlijk 5:15 wel weg, maar dat ga ik niet redden, want Alex is er dan nog niet weer. Dus ik heb al gebeld dat ik iets aan de late kant ben. En nou, dat is goed op zich, maar het is wel fijn als ik dan even bel natuurlijk. Hoe laat is het nu? 6:10. Mm-hmm. En dan zul je altijd zien dat, als je al haast hebt, de vierling ook nog eens niet meewerkt. En dat kun je er dan net even niet bij hebben. Kom maar, ga ik even roeren. Ik heb er nog Mag ik even met jouw lepel? Zeg, ga jij anders even lekker eigenwijs doen of zo? Hé, hey. Kom. Mag ik jouw lepel? 1, 2, 3. Hiske, 3. Ik mis nog wel wat van even geven, kom op. Dank je wel. Ja, ik zit best wel beter te komen. Ja. Wel aan te zien, toch? In Den Haag is het D-Day voor Willy Vink. Voor haar verjaardag kreeg ze een proefrijles van de kinderen cadeau. En vandaag moet dat toch echt gaan gebeuren. Ze heeft in een grijs verleden wel eens een lesje gehad, maar dat was niet echt een heel groot succes. Ik ben niet echt nerveus, maar ik heb wel de afgelopen 2 dagen gezeten. Maar van, wil schakelen, koppeling indruk, schakelen, koppeling indruk. Vergeet de koppeling niet, schakelen, koppeling indruk. Dus ja, ik zat wel te denken, man? Koppeling zit helemaal links. Maar wat ga je als eerste doen? Gas geven? Nee, je riem omdoen. Ja, natuurlijk. Dat hoef je me allemaal niet te vertellen.
weet ook als ik moet wegrijden, welk spiegeltje ik moet kijken. Was het rechts of links? Daar is die! Zenuwachtig? Nee, valt wel mee. Het sturen. Sturen? Ja. Nou. Als jij stiekem voor mijn schaam komt, dan komt dat goed. Nou, we gaan... Ik schakel waar nodig is, in ieder geval. Er gaan een paar kinderen mee. Oh, prima. Hey, stap lekker in. Heb je airbags achterin? Ik heb er in totaal een stuk of 16, dus ergens zit er... Ik heb mijn airbags al meegenomen. Best dapper van die kinderen om in te stappen bij moeders die al jaren niet meer achter het stuur heeft gezeten. Ik hoop dat ik heel thuis kom. Nou, ja, ik denk wel dat mijn moeder het kan. Maar ja, je weet nooit, hè. Dus het is afwachten. En anders mag ze meedoen met slechtste chauffeur van Nederland. Ik heb er zin in. Ik hoop dat we het overleven. Het zal wel leuk zijn als ik mijn rijbewijs ook een keer haal, natuurlijk. Maar laten we eerst deze dag maar doorstaan. Zie jij daar de achteruit in? De achteruit zie ik wel, ja. Helemaal? Ja. Nee. Nee, die ligt tegen mij, hè? Een kruisstuk. Hier hebben we dus een knop. En dan kan je die spiegel stellen. En als je dan met de linker buitenspiegel begint, dan moet je even dat L'tje daarin drukken. Ja, maar in feite zie ik, dit is de dode... Nee, die is voor mij. Oh, die is voor jou, oh. Maar die moet naar jou, toch? Die voorkomt de dode, jongen. Oh. Die voorkomt dat hij nog blijft leven. Hoor. Dus niet voor de dode hoek, maar voor de dode te weg. Zo, nou je voet op het gas en... Okay. Je weet waar het gas zit, rechts? Ja, Rijden gelijk tegen de eerste. Ja, maar je moet toch koppelen. Yes! Oké, dan moet je de koppeling even vasthouden. Ja. En dan heb je hier de versnellingen. Weet je die nog, die versnellingen? Ja, ik ga het proberen. Oké, dan ga je naar de eerste versnelling en dat is gewoon links en naar boven. De handrem eraf? Ja, handrem eraf. Weet je hoe het gaat? Eerst naar boven een stukje en dan indrukken. Eerst een stukje naar boven en dan indrukken. En dan kan hij naar beneden. Ja, helemaal naar beneden, helemaal. Ja, oké. Oké, en dan? Nou, en dan heb je die koppeling. Ja. En dan laat je die koppeling langzaam opkomen. Tot je iets voelt, tot je een soort aangrijpingspunt voelt. Ja. Daar voel je. En dan gaan we rijden. Dan kun je hem verder loslaten, niet te snel. Oh! Snel, dan gaan we weer. Draai je weer. Oké. Ik zei het! Laat hem helemaal los, die koppeling. En dan heb je rechts heb je een beetje gas en dan mag je nou verder met gas. Yes, daar gaan we. Absoluut. Tot zover ik het heb meegemaakt. In ons geval wel. Ja. Ja, duidelijk. Mannen kunnen wel beter rijden, maar vrouwen die schuilen het meest achter het stuur. Dus je merkt gewoon dat Terona, als ze aan het rijden is, dat ze op iedereen wat te zeggen heeft. En mijn vader is meer dat hij gewoon rustig rijdt. Maar ik moet ook wel zeggen, ik vind het echt eng om te rijden, hoor. Ik wil wel heel graag mijn rijbewijs halen. Maar heb jij dat niet, Cheryl? Ik ben bang dat ik ga ook echt voor mijn automaat, want ik ben bang dat ik in paniek raak. Dat ik moet sturen en kijken en dan nog eens schakelen. Daar word ik nerveus van. Ik heb een keertje in Willems auto reed, bijna de sloot in, weet je dat nog? Ik heb nog wel eens wat. En jij trift overal zomaar doorheen en even met de aanhanger en dat doe je allemaal maar. Dat zie ik echt niet zitten. Er zijn heel weinig vrouwen, vind ik tenminste, dat die goed auto kunnen rijden. Ja. Maar ja, je kan ook niet alles hebben. Sommige vrouwen kunnen inderdaad echt niet rijden, maar ik rijd hartstikke goed. Toch? Ja, Terona kan ook rijden. Maar ja, ze heeft problemen een beetje met inparkeren. Het duurt nog even heel erg lang. En als je soms een situatie is dat je heel snel moet keren, ja, dan krijg je een file. Nee. Ik denk dat ik beter rijd, maar Willem meer... meer ervaring. Hij rijdt, geloof ik, 7 uur per dag rijdt hij voor zijn werk of zo. Ja, die kan zo op 2 banden. Ik rijd heel makkelijk. Maar Terona rijdt wel altijd veilig. Ik bedoel, daarnet reeds ook met een 9-persoonsbusje, even serieus. Zo'n klein vrouwtje in zo'n dikke bus. En veilig komen we aan. Dus ja, respect. Maar als er iemand me irriteert op de weg, dan ga ik gewoon licht aan of ik ga diegene irriteren, want je moet mij niet op de weg gaan irriteren. Want er zitten echt mensen tussen, daar word je helemaal laag van. Rustig! Dus gewoon schouders laag, polsen laag, kringeltje duim en wijsvinger of losjes vast. En we doen eigenlijk hetzelfde als net. Nou, kom maar mee. Ik voel me heerlijk. Ik voel dat mijn hartslag omhoog gaat. Goed. Dus ik ben echt in beweging. Moet je water? Nee, joh.
wat wel altijd belangrijk is, de voor- en de achterzwaai. Ja. Die moet evenwichtig zijn of het accent op de achterzwaai. In ieder geval. Ja. Nou, daar gaan we nu ook weer een oefeningetje voor doen. We gaan walsen. Walsen? Ja, we gaan walsen in het bos. Even zwaai door naar achter. Hup, 1, 2, 3. Hallo. 2, 3. Hallo. 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 Wie is Amanda? Hallo. Hoi. Hey, jammer, zij loopt niet zo snel. En ik heb lange benen. En hey, we mogen weer gewoon lopen. Lekker met eigenwijze schouders, voor en achter. Eigenwijze schouders, voor en achter. Bos naar voren. We gaan naar de boom klimmen, Sammy. Recht voor je, naar boven kijken, in de boom. Dan hebben we genoeg afgekoeld. Zo, nou, dat was het. Het leukste vond ik gewoon, je kan alles in je eigen tempo doen. En de vrijheid. Want je bent in de open natuur. En je bent toch actief bezig. En je voelt echt, door die stokken voel je toch dat je hele lichaam eigenlijk gebruikt. En dat geeft mij altijd een voldoening. Dus toch wat, ja, je gaat naar de sportschool en je doet een paar cardioapparaten en je hebt spierpijn. Eigenlijk omdat je gekke dingen doet. Maar hier heb je gewoon, hier warm je lichaam ook geleidelijk op. Hier is het niet gelijk patjeboem en tijdens het opwarmen al ben je in beweging. En hoef je geen kracht te zetten. Dat is voor mij ideaal. Ja, ik vond het wel leuk voor een keertje voor mij. Maar het is niet echt mijn ding. Billy Fink heeft sinds jaren weer eens rijles. Haar kinderen Richella, Destiny en Joey zijn ook mee en zitten billenknijpend op de achterbank. Het lijkt net alsof ze steeds tegen die stoep gaan. Ja. Ik zeg het tot als... Dat was een brommer, bijna. Oh mijn god, okay. Waarom heb je niet een extra stuur in je auto? Ja, dat is eigenlijk wel moeten doen, maar ja, extra sturen zijn zo duur. En dan gaan we even kijken, wat is verder, links of rechts? We gaan gewoon lekker naar rechts. Naar rechts. Tijd voor een tussenstop en een eerste evaluatie. Ik was totaal niet nerveus. Ze deed hartstikke goed. Echt, voor een eerste keer is het echt heel goed, ja. Vond je er zelf van? Nee, huh? Ik vond het verschrikkelijk. Nee, wat hebben we nou afgesproken, Wil? Oh, wat erg was dat. Ja, dat was, toch dat die, waar ik me druk om maakte, die koppeling en gewoon die overschakeling van het koppelen en het schakelen. Dat wordt voor mij gewoon een automaat, hoor. En die sturen, toen denk ik of ik in een vrachtwagen zit. Oh, dat is erg. Ja. Maar het is wel leuk om te doen, ja. En door. En dan gaan we hier naar links. Doe die knippen helemaal aan. Oh. Ja. En dan gaan we afremmen. Sorry, volledig afremmen. Koppeling in. Terugschakelen naar 2. Doe ik even. Ja. En dan gaan we rustig achterhebben. Ja. Laat de koppeling maar een beetje los. En dan zie je weer fietsen. Je moet heel even verstoppen. Ja. En dan kan je naar die 1 schakelen. Ja. Ja, dan maak ik langzaam die koppeling weer los. En dan gaan we weer door. Oké, dan volgen we gewoon die auto. Ja. Oh, zet hem op de rem dan. Zet hem op de rem dan. Jij hebt hem ook. Ik heb hem en jij hebt hem ook. Nee, maar ik denk jij bent bezig met het... Even afdoen, leg het sleutelje. Oh ja, het zal fijn zijn om het echt op het toilet te vergeten de auto waar te zetten. Volgens mij waren wij zenuwachtiger dan mijn moeder. Ze reed hier zo bijna tegen de auto aan toen we weggingen. Maar voor de rest heb ze wel goed gereden, toch? Ja, nou, het was hier zo beginnen hier om de hoek. En toen was er bijna een brommer aangereden. Nou, het scheelde niet veel. Maar op zich, ja, het was een beetje op gang komen. En ja, daarna ging het wel goed, toch? Ja. Het was zeg maar, in het begin was het ineens van haperen, weet je. Met ja, de koppeling of, ging of niet... we gingen opeens zo zoep. Nee, maar het ging in het begin niet goed met de koppeling. En achteraf, ja, ging het iets makkelijker. En het is gewoon even wennen geweest. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ze, het auto kon rijden. Nou, niet zo heel goed. Maar ze kan het wel, een klein beetje. We hopen dat ze de volgende keer niet tegen een paal aanrijdt. Ja, papa is er al. Au. Het werd inderdaad tijd, want Anne heeft avonddienst en is al veel te laat. Zet jongen aan een toetje. Die me gemist.
Ja. Hey. Kan ik mij omkleden? Ja, jij mag. Sorry. Papa, moet je niet nemen? Deze is heel lekker. Nou, zal ik eerst eten? Hoe ver zijn jullie met eten? Want, Ja, alles op. Je mag alles opmaken. Ik mag alles opmaken. Nou, mooi. Hoe ver zijn jullie? Jij bent klaar, Eefke? Ga maar vast je snoet schoonmaken. Oh. Thuiskomen, dat is ja, nu wel heel erg hectisch. Gelukkig vaak is het net iets minder hectisch, maar... Even snel eten en dan gaan we weer verder. Het slaapt lekker vanavond. Tada. Tada. Veel plezier. Fijne avond. Doei. Doei. Imre? Ik neem jouw auto mee, Alex. Ja, is goed. Die is toch nog warm. Papa, zet even die yoghurt in de koelkast. Ja, doe jij die maar. Dan zou ik eens even kijken wie de poepluiers heeft. Ja. Oh, dat zou ik net ook wel doen. Deze heeft ook een vieze luier. Dan moet je eens even de... schoenen aan doen. Oh ja. Zo op de trampoline blijven, dan mag dat wel. Jee, hé. Aukje, jij hebt ook nog een vieze luier. Hé. Zullen we eerst die even doen? Nee, geen zin in. Jij bent leuk. Ja, met mama doen we altijd knutseldingen en met papa doen we altijd wilde dingen. Dat vind ik wel leuk. Jinte, nog een keer van de glijbaan. Nee? Kijk nou, kus, Aukje. Wie zit er aan mijn schoenen? Wat is er? Zit jij nou te poepen? Dan heb ik iedereen gehad, behalve jou. En dan ga je nou poepen, zeker. Ik hoop van je, schat. Morgen in Een Huis Vol gaan de Baumgaards de boer op. Ik ga straks koeienmelk proeven. Misschien ga je straks ook bloeien. Eén, twee. Groot feest bij de Anema's, want de vierling wordt 2. Billy gaat gezellig op stap met haar kleinkinderen. Niet doen! Dadelijk is hij kapot en wie moet dat betalen? Bendy. En Billy gaat helemaal los bij de... Bingo! Tot morgen. Nico 1.